is in het water gevallen. Meen je niet? Gewoon een pot met munt en jij zegt alles viel in het water. Welkom en leuk dat jullie kijken. Goed dat jullie op deze video hebben geklikt. Mijn naam is Dirk. Vandaag gaan we weer magneetvissen. We staan in Rotterdam bij een industrieterrein. We hebben al wat zware dingen eruit gehaald. Binten, auto-onderdelen enzovoort. Ik ben met Albert, Mark en Dre. Daar heb ik trouwens mijn aanhangers staan. Dus we gaan alles weer opladen. De kilo's gaan lekker. Het ruimt lekker op. En het levert een centje op. Kijk, onder andere hier al een bint, fietsband, auto-onderdelen. Wat denken jullie? Komt het eruit of niet? Ik weet niet, of het is een boot of zo, een stukje. Ja, want dat het was... ook, hè? We zagen echt van hier tot en met daar zagen we bellen. Ja. Ongeveer over een breedte van 6 meter. Ja, dit is gigantisch wat hier ligt. Ja, of we moeten met alle magneten proberen. Ja, hè? Maar ik denk dat één lange paal is of zo, of een iets, van een boot. Maar of je het eruit gaat krijgen, weet ik echt niet. Nee. Nee, het is geen schroef. Dat is niet zo lang. Nou ja, we gaan eventjes met z'n allen een poging wagen. Kijk, ik zit hier alweer vast. Mocht het nou niet lukken, dan moeten we het helaas achterlaten. Maar we gaan ons best doen. Hey, ik had wel gedacht dat jij met koffie en thee en koekjes zou komen, maar... Ik heb dit meegenomen als het niet erg is. Oké. Nou ja, vooruit dan maar. Gooi het maar in de aanhanger. Dan doen we zo meteen wel een bakkie. Albert, wat gebeurt er? Zit er nog een moment in? Ja. Ja, een paar. Zal ik eens kijken? De rest is in het water gevallen. Is er niemand geweest nog? Meen je niet? Gewoon een pot met munt en jij zegt alles viel in het water. Ja. Wat? En zijn deze magnetisch? Check dat eens. Moet dat wel, dat doet mijn hoofd. Oh, dan kun je er nog heel veel uitvissen. Nee, dit is 10 cent. 10 cent? Huh? Ja. Eurocent. Oh, dus het is wel nieuw geld. Ja, maar... Hij vist gewoon een soort appelmoespot, of wat is het? Een gigantische pot. En waar vielen de munt in het water? Bij die lelies. Dus als je metaaldetector meeneemt de volgende keer, kun je alles meenemen. Ja, maar we gaan even kijken wat jij er nu nog uithaalt als jij zo je magneet even een paar keer heen en weer haalt. Doe we allemaal even hier zo. Ja. Ik klap het links. Hier ergens of zo? Nee, iets meer. Ik vind het niet leeg. Ja? Heb je wat? Ja. Oh, het is euro geld. Euro geld. Helemaal en? Zit er al wat nieuws aan? Nee, niet telling. Een telefoontje? Nou ja, de helft van een telefoon. Maar er is niet veel van overgebleven, maat. Nee. Je moet even goed gaan zoeken. Ja, daar komen de bellen al. Daar komen de bellen. Dat is een goed teken. Hij komt zeker al. Motorblokje. Nou, kom weer. Kan je een stukje die kant op lopen? Het zou wel gaaf zijn als hij er even live uitkomt, jongens. Ik wil graag helpen, maar eventjes een live opvismomentje is ook altijd wel leuk. Wat heb jij dan, Mark? Zo dan. Wat heb jij dan? Ja, scooter. Ja. Een scooter? Ja. Ik zag ze voorhand. Ja? Ja, ik zag ze voorhand. Oké, okay, lekker. Terecht ga ik pakken, maat. Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Lekker. Hij moet eruit. Ja. Hey jongens, wat zou het eigenlijk mooi zijn als die brandweer daar zo ons kon komen helpen. Maar ja, al die paaltjes hier die zijn vast. Dus er is er geen eentje die je eruit kan halen. Anders hadden ze er zo bij kunnen rijden en dan hadden ze hem eruit kunnen hijsen. Nou moeten we het zelf doen. Markie. Zo, alleen nog even voor bij die paal. Ja, hè? Ik heb hem weer. Heb je hem? Wat we dus nu willen doen is daar de dreghaak achter hangen en dan vanaf deze kant dat ik hem ga trekken en hem met de magneten een beetje begeleiden. Dus we gaan even kijken of het op deze manier gaat lukken. We zijn al voorbij de hoek. En dan gaan we hem zo hier de schuine kant optillen. Dan kost het het minste kracht.
We zijn zover. Het gaat lukken. Ja. Nog een stukje. Strijden. Kom op. Kijk. Albert heeft hem nou bij het stuur. En hij komt de kant op. Dit is echt een mega zware scooter met windscherm. Ongelooflijk. Wow. Dit is echt een ding, jongen. We gaan mee trekken. Wow. Ja. Zo. Haak is los. Ja. Wow, kijk dat. Zo. Haak hem er even achter. Daar is ook nog een boven. Ongelooflijk. Niet normaal. Ja. Wat een ding zeg. Ongelooflijk. Wow. Ik heb hem erbij kunnen krijgen. Hoze. Denk je dat je daar kunt krijgen? Ja. En dan loopt de camera. We gaan helemaal vanaf die paal. En nu hebben we hem hier gekregen. Dus dat lukt. Dus ik ga weer even de camera neerzetten. Jullie... En dan, wat vinden jullie van mijn waterscooter? Ja, dit. Lekker man. Dikke waterscooter. Ik ga even de camera neerzetten en dan ga ik even helpen. Volg ook even de Hunting Diggers. Kom nu in het scherm te staan. Ja. Instagram. Check hem hier. Oh. Jeetje, vind je het gek dat het zo zwaar is? Ja, dat wordt ook wel een gevalletje politie bellen. Ja, sowieso. Kijk dan wat een joekel. Bergingswerkzaamheden, jongens. Dit zijn bergingswerkzaamheden. Ja. Kijk. Hij staat helemaal niet op slot. Nee joh. Hij rolt gewoon, toch? Hij rolt gewoon. Kijk eens. Ja. Kijk. Dit is content. Kom op, Albert. Kijk dan, jongen. Je kan het. Kom op. Ja, dit is mooi. Ja, dat zal ik net ook wel leggen. Potje of zo, die gaan we zo meteen even bekijken. Ja, toch? Ziet er goed verpakt uit. Ja. Oh. Zie kijk het blauwe stippenboek. Eerst de scooter eruit en dan gaan we kijken wat er in het potje zit. Het sleutel is uitgebeurd. De sleutel is eruit geborgen. Wow, kijk dit. Ja. Kijk dit. Ja, Albert, jij bent wel echt een strijder, man. Ja, credits naar jou. 100%. Zeker weten. Live. Kijk. Bijna. Oh. Ik heb geen grip hier. Nee, hè? En hier zo, hier. Hij is er bijna uit. Spiepen dan. Ja, dat geeft niet. Dat jij nou blij bent dat de kroegen weer open zijn, gelijk maximaal benut, dat begrijpen we. Maar ja. Doe toch voorzichtig als je de bocht doorgaat. Echt hè? Albert, heb je wel een rijbewijs eigenlijk? Nee. Oh, Albert. Zo, het is dus ongelooflijk. We hebben hem nou hier de schuine kant op. Terwijl die eerst helemaal daar, waar die rotzooi ligt, daar lag hij voor de kant. Dus we hebben hem zo gesleept. Hierheen. En nou ligt hij hier zo. Dus het laatste stukje. En ja, we gaan toch ook maar de politie bellen hiervoor. Want dit is toch al een gestolen scooter. Het slot is uitgeboord. Ja, dat gaan we maar aangeven. Ja. Wat een ding. Ja. Kijk. Zo, dan zetten we gelijk even. Lekker gas, hè. Yes. Zo, wat een ding. Poeh! Ja! Nee! Ongelooflijk! Waar is het al zo? We hebben de politie gebeld. Tenminste, Dree heeft de politie gebeld, alle gegevens doorgegeven, hoe wij de scooter hebben aangetroffen, wat voor type het is, de locatie. Dus de politie is onderweg en het is goed ook.
Want we hebben allemaal nog persoonlijke spullen aangetroffen in de scooter. Ja, en het is goed dat dit bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Ja, misschien is het wel voodoo. Ik durf hem eigenlijk niet open te maken. Maar jij wel, Elbert? Zeker, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan kijken wat erin zit. Ik denk heel veel noten of zo, van die walnoten. Walnoten? Maar waarom zit dat zo in de draad gewikkeld? Helemaal ingepakt met stof, een potje. Mm-hmm. Wat is dit? Straks dan is het net als Tutankhamon dat er een vloek op heeft. Dan ben jij de lul, Elbert. Ja. Jullie ook. Ik ook. Heb jij een zak met bij? Nee. Ik ga het dan. Bovenkant, hè? Ja, deze postje. Wat is dit? De kleur te zien is dat waarschijnlijk een iets, wat dat? Oh, en je doet dat rijst. Opvangritueel. Huh? Ja, en je doet dat ook met je blote handen. Rijst? Ja, dat is een Hindoestaans opvangritueel. Ja? Ja, die schaaltjes komen daar ook vandaan. Ja. Oké, okay, terug in het water doen maar dan. Ja, doe maar. Ja. Oké. Okay. Ja, dat hoort gewoon bij het ritueel. Dat moet gewoon in het water blijven. We gaan even deze magneet redden, want die zit muurvast. En gelukkig hebben we de handlier bij ons. Dus we gaan eventjes takelen. Hij komt wel, zegt hij. Nou, hij zit goed vast, maat. Hij zit echt goed vast. Nou, even kijken wat we kunnen doen. Is dat je hem uit een andere hoek eventjes. Vaak wil het nog wel eens schelen als je hem nou de touw oppakt en dat je hem dan uit een andere hoek trekt. Ja, kijk hoe strak je staat. Ja? Ken je het misschien niet met die steigerpijp die eronder ligt? Hè? Lukt niet. Hij is echt nu vast. En als we hem nou hier vastmaken en dan gaan kikken? Ja, maar probeer hem eens met die steigerpijp dat je de touw uit een andere hoek. Je kan het toch een hefboom gebruiken hier zo? Gebruik die buis als hefboom. Zie je het? Ja, daar gaat hij. Ja, als je niet sterk bent, moet je slim zijn, jongen. Ja, hè? Nou, de lier heeft ook zijn werk weer gedaan. Kijk die bubbel. Wat? Kijk die bubbel. Komen daar al die bubbels van vrij, hoor? Wat zal daar liggen, joh? Nou, je bent in ieder geval weer los, maat. Dat scheelt weer. Als ik die bij je had gehad, had ik nou echt een magneet weg kunnen gaan. Goed gereedschap is het halve werk. Je ziet het maar weer. Hij heeft ons weer gered. En hij heeft mij ook al zo vaak gered. Dit is echt een investering. Die krijg je dubbel en dwars terugverdiend. Geen hoofdpijn. Kost je geen kracht. En je bent snel los. Nou mannen, van al dat strijden met die scooter hebben we honger gekregen. Zo, dus, maar echt. Dus we gaan even een beetje energie bijtanken. Eet smakelijk, Elbert. Bedankt. Ja, lekker eventjes een beetje die suikers weer. Dan kunnen we er weer tegenaan. Want we moeten nog veel meer gekke dingen uit het water trekken, of sowieso. Niet? Nou, Elbert hier die trekt er nog even een shotgun patroon uit. Even kijken wat erop staat. Original. Er zit er nog een aan, Elbert. Nee. Nog een shotgun patroon? Ja, hij zat er net. Ja, kijk. Original Brenner. Nog één. Zo. Nog één. Gek. Original Brenner staat erop. Brenner. League. League. Twee shotgun patronen. Doet hij gewoon eventjes. Elbert. Lekker man. Nou, we hadden dus niet twee shotgun patronen. Er is inmiddels al een derde uitgekomen.
En alle drie hetzelfde, maar er zit ook een rare kop op, joh. Normaal is het gewoon vlak, hè? En deze zijn rond aan de bovenkant. Of er een kogel in een kogel zit. Legia. Thuis mag eens even uitzoeken wat voor type dit is. Ja, en misschien weten de kijkers het nu al. Ja, laat het dan maar gelijk even achter in de reacties. Ik ben hartstikke benieuwd. Ja. En Mark? Ja. Kijk, dat jij uit je onderbroek scheurt, dat is wat. Maar dat jij hem dan... Zo, echt hè? Kijk. Ja, shit. Hier, Calvin Klein. Ja? De gesporen zitten er nog in. Hè? Shit. Ik wist niet dat dat zoveel inspanning kost, joh, dat magneetvissen. Nee, joh, gek. Huh? Vanaf. Politie. We gaan het eventjes opnemen. Goeie vangst weer. Hè? Ja. Ja, het was nog een flinke klus om hem eruit te krijgen. Want hij lag eigenlijk daar helemaal ter hoogte van die pot die daar staat. Mm. En dan hebben we hem zo langs de kant en hier eigenlijk kant op getrokken. Ja, wel hè? Wat is er gebeurd? Nog 20 april. Ja, 2020. Vorig jaar. Ja. Zo. Zijn we bijna jij in water gelegen? Ja. Nou ja, wie weet hoe lang ze ermee gereden. Ja, oké. Okay. Nou, hij ziet er aardig beschadigd uit, dus. Ja, is behoorlijk afgeraakt. Ik denk dat hij wel. Nummerbordje is afgeraakt, ja, en het nummerbord eraf. Ja. Nee. Maar dat zullen ze dan toch wel inderdaad, daar zijn ze niet aan geweest verder aan die persoonlijke spullen. Hè? Nee. Je weet het eigenlijk niet of er nog wat mist. Nee, echt geen idee. Ze denken we rijden gewoon een paar keer mee rond en dan dumpen we het weer. Ja, precies. Ze denken, nou, misschien hebben ze het wel op zak of zo, weet je wel. Dat ze helemaal niet verwachten dat zoiets in die dingen zit. Ja. Ik zal even een zak pakken en helemaal alles erin gooien. Dan kan je hem in bus krijgen, denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Een beetje plat schuin. Wel? Dat zou wel weer sensatie zijn. Ja, dat gaat wel lukken. Nou, ja, denk ik niet. Dat moet toch kunnen? Nou. Oh, wacht, ze hebben nog allemaal bakken erachter. Ik denk dat het ding gaat breken, maar het zit niet zo ramp. Hij is toch naar de kloot. Nee, dat gaat niet in hun auto passen, denk ik. Nou, we kunnen dat proberen. Ja. Dat is toch wel leuk. Ja, dat scooter in een politieauto duwen. Zie je? Ze gaan er zo over bellen. Ja. Van mensen hebben die scooter gevonden. Uh-huh. Van meer dan een jaar geleden. April vorig jaar. April vorig jaar is die dus gestolen. Ja. Nou, ik vind het wel leuk voor het meisje. Maar ja. ik denk dat ze alles inderdaad gewoon al opnieuw heeft aangevraagd. Dat denk ik ook, ja. Nou, misschien dat ze de scooter wel weer terugkrijgt, maar ik weet niet of ze er nog wat aan heeft. Nee. Maar dat je dan toch wel, ja, misschien die spullen die er allemaal tussen zitten, dat je dan toch wel de enigszins... De bepaalde pasjes, misschien die Winkelmullerkaart, misschien ook wel op haar naam staat of zo, of die AirPods. Misschien ook wel niet meer doen, denk ik. En misschien mist ze wel iets en dat ze nu echt dan toch wel een antwoord heeft van, weet je wel. Nee, zo is dat. Dat ze nu gewoon zeker weet van joh, het is teruggevonden en... Ja, dat het niet meer ergens op straat ligt of weet ik veel. Ja. Dat is ook sowieso wel... Is dat ook wel? Ja. Dat zal bij de Basic Fit hebben gezien. Zo'n stretchband, ja. Dat is een heel goed ding. Ja, je kan hem rijden, ja. Ja, jij in huis dan... Ja. Toch een poging om de scooter mee te krijgen. Kapje naar beneden. Ja. Zijn we binnen zitten dan?
hoe komen we er eigenlijk uit? Ja, erbij blijven zitten. Even doen, jongens. Ja, hoppa. Verder in de hoek. Kan die band weer een stukje? Ja, oké. Verder gaat het. Nee, zet volgens mij op. Hoppa. Oh, gaat dat? Nee. Hang eens alles. Nou, hij blijft net een beetje steken. Is het net niet. Nu een beetje met zo'n draaien. Juist hem. Hoppa! Ja, super! Toppie! Hé, hey, bedankt! Nou jongens, onze missie zit erop. Dit is wel magisch. Ja. Dit is wel echt leuk. Nou, het is dus eindelijk toch gelukt om de scooter in de auto te krijgen. Ja, ze mochten hem niet achterlaten en anders ging er toch te veel tijd in zitten. Dus ze hebben een poging gewaagd en het is gelukt. Dus ja, hoe gaaf is dat? Nou, we hebben weer van alles meegemaakt zoals jullie hebben gezien. Albert een pot met geld, met munten. De scooter is eruit gekomen. Persoonlijke spullen zijn terug, zijn allemaal in de zak gegaan. Ja, verzekeringstechnisch zal het niet veel meer opleveren deze zaak. Maar het is in ieder geval opgelost. En zij heeft haar persoonlijke spullen weer terug. Dus al met al een hele gave dag. En het was gezellig samen met Albert, Dre en Mark. Check ook even zijn kanaal. Zet ik onder in de beschrijving. En dan bedanken we jullie weer voor het kijken. En zien we jullie snel bij een volgende keer. Later! Hoi hoi! Ja, daar gaan ze.